trouw heeft hier een prachtig uitzicht gezien. Kijk. Kijk er dan hierop. Kijk aan een prachtige daak. Nou ja. Nog eens wat weet. Wat heb je nou? Wat? Slavernijhandjes. Nou, dat moet toch niet meer kunnen? Dat kan toch tegenwoordig niet meer? Ja, ze dekken zichzelf in met free hand koffie. Oh, dan is het goed. Dan mag het. Vrije handen koffie. Nou ja, tegenwoordig mag je niks meer. Er is ook weer een kleine groep die altijd alles wil verdienen. En hier staat de Indiaan op. Dat mag ook niet. Oh, dat kan ook niet meer. Wat een drama. Nou, dan moet je dus in... Ja, houd dan maar zo. Ja, inderdaad. Dus ja, oké. Okay, ja. Dat dek je ook de handen. Ja. Nou. Dus zij zit zoals gewoonlijk weer aan de thee. Ja. Oh, er zit wel veel blaadjes in. Ja, ik dacht variatie. Hoezo, je hebt toch in altijd hetzelfde? In plaats van gember. Oh, je hebt nou mint. Op gember, nou op mint. Nou, het is wel mint, ja. Nou, zoals u ziet, is bijna uitgestorven. Heel veel winkels. Nou, deze staat dan toevallig niet leeg. Maar het is niet echt spectaculair hier, moet ik zeggen. Ik vraag u überhaupt wat, hoe winkels hier kunnen bestaan. Nou, misschien dat soort bedrijven als Holland & Barrett wel natuurlijk. Kijk, en dan staat er ook nog eens een keer boven dit. Ja, Funlet. Nou kijk, krijg je toch gelijk al in je broek. Voor kinderen wel. Voor kinderen wel. Zo vervelend denk je eigenlijk bij jezelf van, nou dan is het... Wat? Ja. Is dat leuker dan die gekleurde dingetjes die je daar hebt? Oh, zij wil daarop gaan staan. Nou, vooruit dan maar. Ga er maar op staan dan. Nou, ze gaat er nu achter. Heel gezellig. Heel uniek ook. Dat doet niemand. Dat doet. Nou, dat maakt niet. Dat doet hij dan maar. Oh my god. Moet je een foto maken? Voor een neeltup. Tup, tup, neel. Oh wow. Neel.